Falco van der Weg, de 521. De onder in Stijdsma, de nummer 46. En daarachter Lars Boersma, Donald de Ruilde. En daarachter de 529 voor Remco Pits. Marco Kopp dus, de 521, de 21 van Falco van der Weg. Tweede plaats, Rin Stijdsma, de nummer 46. En een derde voor de 517 van Lars Boersma. In de eerste twee ronden ging het nog wat ruig. Ging het er een beetje ruig aan doen, maar het veld wordt heel wat door elkaar geschud. En de posities worden ingenomen. En op dit moment is het nog steeds de 521 van Falco van der Weg op eerste plaats. Tweede plaats is het Rin Stijdsma. En de derde plek voor Lars Boersma, Don Otto de Wilde, Pieter Veenstra. En de nummer 27 daar achter. En dat is Johannes Mulder. De 521 ging bijna stilstaan. 521 Falco van der Weg, die moet oppassen, want Rin Stijdsma komt dichterbij. 521 Falco van der Weg, hij rijdt nog op de eerste plaats. Maar dit is de 46 van Rin Stijdsma, die net echt veel dichterbij kwam. Nu neemt hij weer wat afstand, de 521 van Falco van der Weg. Otto de Wilde, Otto de Wilde en dan Pieter Veenstra daar weer achter met de nummer 26. We gaan de laatste ronde in, laatste ronde. En het is toch Falco van der Weg die weer meer afstand heeft genomen. De 521, hij ligt op de eerste plaats. Op de tweede plaats is het Rin Stijdsma met de nummer 46. En daarachter de nummer 517 van Lars Boersma op een derde plaats. Dan Otto de Wilde 214. En we zijn bezig met de laatste ronde. Daar komt hij aan in de blauwe Suzuki Swift. 501 Falco van der Veer. Hij pakt hem hier in Olopade.